Kan ik je iets te drinken aanbieden? Ik wil nu echt niet naar een café. Mijn koelkast is ook open. Ja, en hoe heet je eigenlijk? Ik ben Roger. Nou, Kara. Wat? Een aparte naam, Kara. Ga je mee? Mijn wat? Je trigger. Voordat je zoiets doet als zo'n touw in je handen pakken, dan is er gewoon iets wat je dat laatste duwtje over de rand geeft. Ik wil graag weten wat er bij jou was. Bij mij waren het de Spice Girls. Ja, dat is begrijpelijk. Mijn beste vriendin is veranderd. Dit is zo raar. Ik weet het. Kom binnen in mijn nederige keuken. Welke van die twee lelijkers ben jij? Even kijken, mijn zus is die boze baby en ik ben die verbaasde. Nou, dan ben je toch nog moeders mooiste. Nee, onze moeder heeft geen mooiste. Oké, kiezen. Spa en fruit of sinaasappelsap? Heb je niks sterkers? Dit is geconcentreerd sinaasappelsap. Iets sterkers en je valt stijl achterover. Ja, daar ga ik voor. Oké. Mijn beste vriendin, overreden door een vrachtwagen. Ik ken haar sinds de kleuterklas. En we een keer samen de lunchroom van de juffrouw leeg gegeten. En met ons gezicht vol kruimels beweerden dat we het niet hadden gedaan. Was dat op de Grevert? Ja. Dan hebben we op dezelfde basisschool gezeten. Ik dacht al dat ik je eigenlijk van ken. Was je anders niet meegegaan? Ik weet niet. Nee. Wat is je favoriete eten? Lasagne. Favoriete film? Sorry. Favoriete popgroep? The Beatles. Je maakt een geintje. Nee. Yellow Submarine?
Nog wintje in de buurt. I wanted a girl, or should I say, she wanted me. She showed me her room, isn't it good, Norwegian wood. She asked me to stay and she told me to sit anywhere. Niet te lang nadenken. Lasagne. Ja, en die had ik al. Ik hou eigenlijk helemaal niet van eten. Niet? Nee, ik eet eigenlijk alleen maar omdat het moet. Het is nooit zo dat ik nou echt ergens trek in heb of zo. Ik heb wel altijd ergens trek in. Daar geloof ik helemaal niks van, anders was je al lang dikke lelijk geweest. Ja, dankjewel. Moet je al nog handen naar huis? Nee. Mijn ouders zijn gewend dat ik regelmatig heel laat thuis kom. Hoe laat? Niet. De volgende ochtend. Ik ga vaak 's nachts wandelen als er iets mis is. Ja, dat zou ik eigenlijk ook eens moeten doen. Meestal slaap ik dan gewoon ergens op een bankje of zo. Die hard. Buiten op een bankje slaapt veel beter dan thuis waar je problemen liggen. Waar zit dat in? Je zou het niet zeggen, maar 's nachts op straat is het gewoon een veel veiligere wereld dan thuis. Weet je, ik word vaak nostalgisch. En dan wil ik graag de wereld stilzetten en hem gewoon houden zoals hij op dat moment is. En heel graag, maar aan de andere kant wil ik dan heel graag weer verder gaan en weer andere dingen meemaken. Snap je? Heel graag. Welkom in Rogerswereld!